Toon, je hebt al heel wat Ronde van Vlaanderen gereden, maar heb je ooit een zo'n hectische meegemaakt? Nou, het is altijd hectisch. Maar ik denk, vandaag was het wel extreem, ja. Dus was echt een gekkenhuis. Ik ben zelf 2 keer gevallen en een keer lek gereden. Dus echt geen moment in de koers geweest. En een hele frustrerende dag voor mezelf. En ik vlak voor de tweede doorkomst Quaremont, toen viel ik. Dus ik begon eigenlijk met de achterstand aan die tweede keer Quaremont. En in de afdaling naar de Paardensberg zag ik volgens mij 3 ploegmaten ergens in het bietenveld liggen. Dus, Onder andere Mathieu Bresjelachter, die is als wedstrijd niet uitgereden. Ja, hoe gek was het? Is het gekker dan anders op de weg geweest dan de afgelopen weken in de koersen? Het is wel gek, ja. Dus, waar precies aan ligt, ik weet het niet. Het is... Sowieso, het niveau is ontzettend hoog. Als je 10 jaar geleden deze koers reed, ja, dan waren er 30 man die echt goed waren. En er waren er sowieso al 20 Spanjaarden die wilden alleen maar de eerste bevoorrading halen. En nu zijn het gewoon 20 renners die super gemotiveerd, 200 renners die super gemotiveerd zijn. Dus ik weet het niet, joh. Maar het is... Maar zouden ze minder renners moeten opstellen om dit gevaar op te lossen? Nou, dat zou wel een oplossing zijn, ja. En nu vooruitkijken naar volgende week. Of moet eerst nog deze koers uitvoerig nabesproken worden? Nou ja, ik denk dat we wel eventjes een debriefing zullen hebben. Maar mijn eerste koers is nu Amstel, ik rij Robert niet. Dus even 2 keer trainen. Dus we gaan even douchen. Dankjewel.